U bent vandaag met spoed opgenomen. De verpleegkundige en brancardier hebben u van de eerste hulp gehaald. Nu bent u op de acute opnameafdeling, de AOA. Deze afdeling is er voor alle patiënten die met spoed opgenomen moeten worden met een ongeplande zorgvraag. Samen met ons hele team gaan wij u helpen. De AOA heeft 62 bedden, we hebben 90 werknemers en onze patiënten verblijven maximaal 48 uur op onze afdeling voordat ze naar huis of naar een andere afdeling gaan. Ja, meneer Kamp, kom voor een minuut of 15 bij u terug voor een opnamegesprek. En wilt u nog iets drinken? Alsjeblieft, een glaasje water, het is voldoende. Oké, neem ik voor u mee. Dit is een spannende tijd voor u en uw familie. Wij willen u in deze periode goed helpen. In elke dienst is er een vaste verpleegkundige voor u. En die begint met een opnamegesprek. Meneer Kamp, welkom op de acute opnameafdeling. Hoe voelt u zich nu? Nog niet zo goed. Nee. Kan ik me indenken, hè? Dat is ook de reden dat u hier moet blijven om verder onderzoek te doen. Het opnamegesprek bestaat uit een digitale vragenlijst. We vragen u onder andere wie uw contactpersoon is, welke medicatie u gebruikt, of u allergieën heeft en wat uw voorgeschiedenis is. Ook bespreken we met u de veiligheidskaart. Daarop kunt u lezen wat u kunt doen tijdens uw verblijf om aan uw herstel te werken. Verder vragen we u om uw thuismedicatie mee te laten nemen met een actueel medicatieoverzicht. Ten slotte wordt er met u besproken of u bij ontslag uit het ziekenhuis nog andere zorg nodig heeft. Ik ga nog even de pijnscore bij u afnemen. En dat willen we doen om u zo goed mogelijk pijnstilling te geven. En omdat het belangrijk is dat u zo min mogelijk pijn heeft, omdat het de genezing beïnvloedt. We hebben daarvoor een lineaaltje waar de cijfers op staan. En dan mag u voor mij een cijfer geven tussen de 0 en de 10. En aan de hand van het cijfer wat u aangeeft, kunnen we u dan pijnstilling geven. En we zullen dat enkele keren per dag aan u vragen om daarvoor een cijfer te geven. Heeft u zelf nog vragen? Nee hoor. Nee, is u alles duidelijk? Helder. Ja? Ja. Dan neem ik uw vrouw eventjes mee, laat ik haar de afdeling eventjes zien en dan mag u even lekker uitrusten. Dank u wel. Loopt u even met me mee? Buiten de vierpersoonskamer. Aan deze kant de douche en aan deze kant een toilet waar uw man gebruik van kan maken. Nou, hier zijn we weer bij de balie aangekomen. Dan wijs ik u nog even het toilet. Als u zelf naar het toilet moet, kan u van dit toilet gebruik maken. Hier is onze koffiekamer. Als u iemand zoekt, kan u altijd iemand van ons hier vinden. Nou, dan hebben we hier om de hoek de pantry. Daar kan u koffie en thee zelf pakken. Een klein stukje verderop is de familiekamer. Hier kan u rustig zitten. Twee keer per dag wordt er visite gelopen. Deze visites zijn tussen 8 en 11 en tussen 3 en half 5. De artsassistent, specialist en verpleegkundige hebben eerst een papieren visite. Ze bespreken de verschillende patiënten en behandelplannen. Vervolgens gaan ze de zaal op. Dit is meneer Kamp. Dag meneer Kamp. Dag. Dag. Dokter Hakkers, assistent interne. Meneer van den Kamp. Oude Anik, internist. Hoe gaat het met u? Nog niet zo goed. Nee, bent u nog zo benauwd? Ja, vanochtend ontzettend. Mag ik nog heel even naar de longen luisteren? Kan ik even aan de achterkant luisteren? Het voorgestelde behandelplan wordt met u besproken en toegelicht. Het kan zijn dat u verdere onderzoeken krijgt of medicatie. De artsassistent en de verpleegkundige zorgen ervoor dat alle acties in het behandelplan worden uitgevoerd. Zo nodig wordt u voorbereid op vervolgonderzoek of behandeling. Op basis van de klachten die u aangeeft, denken we dat er sprake is van een longembolie. Wij willen eigenlijk binnen nu en een uur een CT-scan maken. Daarna krijgt u de uitslag. We zullen ook uw familie daarover inlichten. Akkoord? Ja hoor. Sterkte. Als de verwachte opname langer is dan 48 uur, wordt u doorgeplaatst naar een vervolgafdeling. 50% van de patiënten op de AOA gaat binnen deze tijd weer naar huis. Onze voedingsassistentes letten erop dat u voldoende eet en drinkt. Zo kunt u bij ons kiezen of u in de middag of in de avond warm wilt eten. We begrijpen dat u in deze spannende tijd graag uw familie om u heen heeft. Daarom hebben we ruime bezoektijden. De bezoektijden zijn tussen 11 en 8 uur 's avonds. In overleg met de verpleegkundige kan hiervan worden afgeweken. Er mogen dan maximaal 2 mensen per keer aan uw bed zitten. Het kan zijn dat de familie wil wachten tijdens een operatie of onderzoek.
dan kan er gebruik gemaakt worden van de familiekamer. Daar kunnen ze even wat lezen en ontspannen. Indien gewenst, praten de artsen met uw familie om hen op de hoogte te houden van uw situatie. Als ze daarna nog vragen hebben, mogen ze deze altijd stellen aan de verpleegkundige. Wij willen goede zorg leveren. Daarom is uw mening voor ons belangrijk. We doen een aantal keren per jaar een patiëntenvredenheidsonderzoek. Tijdens dat onderzoek vragen we u of u tevreden bent over onze dienstverlening en of u onze afdeling zult aanbevelen aan anderen die in dezelfde situatie verkeren. Nog één keer alles op een rij. U komt op onze afdeling als u met spoed opgenomen bent. U krijgt dan een opnamegesprek en we meten uw pijn. De artsen overleggen over uw situatie, maken een behandelplan en komen bij u om u daarover te informeren. Als er extra onderzoeken nodig zijn, dan zorgen we ervoor dat deze gedaan worden. We hebben ruime bezoektijden waarin uw familie bij u mag zijn en zich kan terugtrekken in de familiekamer. De acute opnameafdeling is een afdeling waar u 48 uur mag blijven. U gaat daarna naar een andere afdeling of naar huis. Als u naar huis mag, krijgt u een ontslaggesprek. Zo, meneer Kampert, fijn dat u naar huis mag. Dat u weer lekker met uw vrouw mee naar huis kan. Fijn. Ja. Ik heb nog een paar laatste briefjes voor u. Dit is uw medicatieoverzicht. Tijdens het ontslaggesprek bespreken we ook de eventuele geregelde nazorg, zodat u ook thuis goede zorg ontvangt.